mensen, ik ben hier weer vandaag met de Mood Showcase. Ja, ik ben al in een testlab en jullie zien dat ik het wel wat verder heb gebouwd. Ja. We gaan maar eerst even, jongens, alle crafting recipes, het zijn er heel veel. En sorry hoor mensen, maar ik lag een beetje, ik weet ook niet waar het door dat komt. We beginnen met deze. Ja. Nou, wacht even. Time set. Als eerste hebben we het kampvuur. Heb je drie toortjes, één vuur en één stone nodig. Al heb je heel veel flint en heel veel toortjes en heel veel stone nodig. Wat ik wel als te zeggen. Je hebt echt heel veel fans. Ja. Hier hebben we nog een beter kampvuur. Dat is gewoon een normaal kampvuur. Met vier ovens eromheen. Hetzelfde met een nog beter kampvuur, het blauwe kampvuur. Maar dan is het met het kampvuur met flint eromheen. Wacht even. De grijze, daar heb je gewoon een kampvuur en drie enderpearls voor nodig. En de instant, ja ik weet het niet. De rode, dus de instant is dat. Heb je de normale, de groene, de blauwe en de grijze nodig. Al is die heel erg goed. En nu heb je heel veel roze red voor nodig en iron. Dus ja. Ja, drie roze red. Drie iron ingots en dan drie roze red. En dan krijg je de camperstoel. En die zul je hard nodig hebben. Hier, kijk. Dit is vers 2. Dat is gewoon 3 iron ingots. Rose red. Camper stool. Versie 1. Rose red. En dan weer 3 iron ingots. Ja, sorry dat ik zo lag. Ik zei het al. Je hebt deze nodig. Okay. Camper stool. Versie 1. En iron ingot, dan kijk, die heb je, die heb je daar weer nodig, voor een tent. Weer zo'n camperstoel en allemaal strings, en dan krijg je canvas. Ik weet even niet meer hoe dat heet, 5 canvas, en dan nog zo'n ding, en dan krijg je een tent. En ja, dat zijn de crafting recipes die ik allemaal heb opgehangen. Zullen we nog even kijken naar de rest? Ja. 4 veren heb je nodig. Een normale ladder head. 3 ladder en een camperstoel. En ja, het is allemaal gewoon hetzelfde denk, maar dan... verandert het armor. Ja, het is allemaal hetzelfde. Dan gaan we even naar sleeping bag. Ja, dat is gewoon 3 wol. En de marshmallows. Ja, en heb je sugar voor nodig. Waterboedel. Ei. Ja, een bak. En dan nog sugar, dan krijg je er 4. En als je 3 stokken en marshmallows doet, dan krijg je 3 marshmallow sticks. En ja, hier is die moet je... deze doen we even aan. Ja.
Oké, ik vind dat ik op Indiana Jones lijk. Dus gewoon feit. Ja, we gaan even verder met de crafting recipes. Ja, dat is wel een zo'n beetje. Deze pakken we er ook alvast bij. Nu gaan we even de small camping weg. Allemaal canvas. En voor de volgende. Is gewoon deze. En dan nog canvas. En ja. En dat is dan die normale. Denk. En. Wacht. Sorry hoor. Klein. Ja. Ik dacht dat. En we pakken er ook nog een chest bij. Oh. Ik weet echt niet waarom ik zo lang. We pakken ook nog de chest erbij. En we pakken wat pork. Chop. Ja, hier hebben we de tenten die ik heb geplaatst. En dan gaan we gewoon maar met de sleeping bag beginnen. Ja, je legt hem erin en ik het even daar. Night. Even wachten. Waarom doe ik dit eigenlijk? Oh. Oh, ja. Dus, kijk, je slaapt gewoon in de tent. Zo, dan is het gelijk weer dag. En hier. Op de chest. Deze is wel mooi, want je hebt gewoon heel veel ruimte hierin. Als een large chest. Dat is wel mooi. En ja, we gaan naar de kampvuur. Even tellen hoeveel we er zijn. Er zijn er 5, dan moet ik. En dan gaan we ook nog. Oh, wat voor. Wat? Hoe gaan we? Ach, volgens mij moet je met lege hand. Oké, hoe ga je dit doen? Ik heb deze mond ook pas net, dus ik weet niet hoe alles werkt. Oké, daar kan je. Die werkt gewoon niet, dus. Ja, dat is wel jammer. Dat is gewoon een voordeel hier. Ja. We pakken er even wat buckets met lava erbij. Omdat we vuur, denk ik. Waar? Oh.
Deze koopt wel snel. Al best snel, ja. Sneller dan Furnace en kan ook meer tegelijk. Hij doet maar één van de rij, maar ja. Dan gaan we naar de fastfooder. Dit kan je heel. Dit is volgens mij sneller. Van de 16. Ja, het is echt sneller dan een furnace. Ik kan er een stack in doen met een lava bucket. En dan op in een minuut heb je ongeveer. Ja, het is echt heel erg snel. Oké, als je op F drukt blijkbaar, krijg je dit. Large camping bag doen we maar even. En ja, nu hebben we dit allemaal. Daar hebben we blijkbaar twee kanten voor nodig. Oh. Ja, en nu kan je hier ook nog craften. Cheap koeken. Nou, die gaat niet al te snel, maar die gaat sneller dan de eerste. Maar hier hebben wij de beste. Wat? Ik kan hem niet openen. Ja, deze weet ik echt niet. Misschien als je die kapot maakt, krijg je. Krijg je wat? Ja. Ik weet echt niet hoe dit gaat. Maar ik weet het helemaal niet. Reddish seed, ik weet niet hoe je daar aan komt. Misschien door gras of zo. En dan kan je radijsjes krijgen. Maar ik weet ook, ik weet niet waar je die voor gebruikt. Dan kunnen we ze misschien in het vuur gooien. Ja. Deze doe ik er alvast in. Nou, dit kan je blijkbaar. Voor sommige dingen weet ik echt niet wat je daarmee kan doen. Maar dit is de camping mod. En ja, ik heb eigenlijk verder niks te vertellen behalve deze 64 camping mods. Dat je die op kan stellen. Maar je krijgt hier eentje van als je een nieuwe wereld maakt of gewoon in een wereld komt met deze mod. Kijk hier alle crafting recipes. En de tent. Deze. Ja, zo maak je dit allemaal.
En je hebt er maar 11. Ja, maar dit hebben we nog allemaal de keer. Ja. Je kan hier heel veel plezier mee hebben. Je kan als je een server met deze mod hebt, hè, kan je met je vrienden allemaal, kan je slapen in tenten en zo. Maar ik wil nog één ding testen. Geeft wel heel veel bescherming. Auw. Nou, dat vuur is niet. Ja, de vuur blijft nog wel de normale vuurkleur. Je hebt maar zolang je erin staat. 1, 2, 3. Ah. Best goed armor hoor. Help, help, ik sta in de fik. Water. Zo. Hier en dan. Hij staat te dansen op de tent. Oh. Maar het doet 4,5 voor je damage. Ja. Mensen, ik zie jullie de volgende keer. En ja, ik wil jullie dit nog even laten zien. Ik heb nog een beetje veranderd. En ja. Hier heb ik nog een knopje, ik weet niet waarom. Ja. Mensen, ik zie jullie de volgende keer. Abonneer op de kanalen in de beschrijving. En dan check ik jullie. Laters!